Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Stefanie Brunswijk. Zij is verbonden aan de organisatie Golden Future. Het is een organisatie die ondernemerschap stimuleert en ondernemers met elkaar in contact wil brengen om op die manier ze een gouden toekomst te kunnen laten beleven. Door elkaar te versterken en samen op te trekken om daardoor groter te zijn en te worden. Kijk mee naar het gesprek met Stefanie Brunswijk. What made is a little Q-Time. Goeiedag Stefanie Brunswijk en welkom in Q-Time. Goedemiddag, dankjewel. Ja, we gaan vandaag een beetje praten over de organisatie waar jij verbonden aan bent. En dat is namelijk Golden Future. Hè? Maar vertel ons wat meer over jezelf eerst. Ik ben Stefanie Brunswijk. Ik ben ondernemer en een young professional. Ik ben daarnaast ook moeder en ik ben ook nog lid van de organisatie, van organisaties die te maken hebben met ondernemerschap, waaronder de Golden Future. Ja. Dus, je bent ondernemer. Wat zijn jouw ondernemende activiteiten? Ik heb dus een schoonmaakbedrijf. Ik ben recentelijk gestart met een consultancybedrijf. En ik heb onder dus het consultancy ben ik nu bezig om te werken aan een organisatie die moet gaan stimuleren. Dropouts, dus MBO. Dus die schakel tussen dus de dropouts en de werkende klasse. Daar ben ik dus bezig met de organisatie in Nederland. Om dat stukje, die gap een beetje te vullen. Oké, maar waarom met de organisatie in Nederland? Want je werkt toch in Suriname? Wel, MBO-niveau in Suriname is niet erkend. En in Nederland is dat wel zo. Wat wij willen is een erkende organisatie door het MIN of hier, maar ook een geaccrediteerde organisatie. En MBO is in Suriname nog niet geaccrediteerd. Dus is eigenlijk, dat willen wij in een jaar tijd opzetten. Oké, dat is wel heel erg ambitieus, maar ook heel erg mooi. Want dat, dus MBO leidt op voor middenkader. Het is enorm belangrijk. Ja, toch? Want ik bedoel, het is leuk met het hoger kader. Maar het middenkader is enorm belangrijk om inderdaad een organisatie tot volle wasdom te brengen. En op dit moment is er dus echt een enorme gap in het onderwijssysteem. Er zijn natuurlijk een heleboel organisaties die dat wel aanbieden, maar wij willen dus het gaat om die accreditatie, dat je niet alleen maar lokaal kan, maar internationaal ook. Maar ook gewoon het feit dat inderdaad er wat meer waarde gehecht kan worden aan zo'n diploma. Heel erg belangrijk is om die hele opleidingsstream een push te kunnen geven. Dat is zo. Oké. Wat is Golden Future en hoe ben je daarmee beland? Wel, de Golden Future is een platform voor ondernemers door ondernemers. Hoe ben ik daar beland? Wel, ik, de oprichter, mevrouw Genevieve Simpson, die had dus een oproep naar ondernemers die dus hun kennis willen uitbreiden. En op dat moment had ik zoiets van, ja, waarom niet? Wanneer je dus ondernemer bent, ben je eigenlijk een beetje alleen, wat ze noemen alleen. Je hebt dus eigenlijk de behoefte om te praten met mensen die ongeveer hetzelfde ervaren, is echt groot. Dus toen ze die oproep plaatste, dacht ik, oké, dit is misschien iets voor mij. En zo zijn we dus met z'n vijven eerst begonnen als key members. Voordat we dus de Golden Future uiteindelijk hebben gelaunched, zijn we dus met z'n vijven begonnen aan elkaar aansterken. Onze ondernemingen, want we zijn allemaal ondernemers in het team. Daar aansterken, hoe kunnen we het beter doen, welke obstakels hebben we. En van daaruit is het idee dus gekomen, het was dus de voorzitters idee, om eigenlijk niet alleen die kleine groep te helpen, maar groter te gaan. En vooral omdat in Suriname je heel veel organisaties hebt die zich daarmee bezighouden, maar het ging bij ons meer met het actief deelnemen. Dus niet alleen maar het luisteren naar, en ook niet alleen maar luisteren naar ondernemers die al eigenlijk behoorlijk succes hebben geboekt, want wij zijn ook nog niet zo ver dat we al kunnen zeggen, we zijn heel succesvolle ondernemers, maar als we van elkaar kunnen leren, kunnen we elkaar sterk maken. Dus met dat doel hebben we dus die stap genomen. Ja, elkaar optrekken. Juist. Inderdaad, samen groeien. Juist. Ja, helemaal. Inderdaad, ja.
dus energie ontlenen aan elkaar om op die manier eigenlijk het ondernemersniveau van ervaringen uit te kunnen wisselen. Of ervaringen te kunnen uitwisselen met elkaar om op die manier te groeien. Ik snap wat je bedoelt, want als je ondernemer bent en je hebt mensen die voor je werken, dan is het moeilijk om soms je oor te luisteren te leggen bij de mensen die voor je werken. Want je wil niet... Dat is helemaal waar. Ja, want je wil niet de mensen die voor je werken belasten met jouw zorgen. Want anders raken zij in paniek over, oké, luister, hoe zit het nu met mijn baan en mijn werk en mijn toekomst? Ja. Maar het is ook dat ze je niet begrijpen, omdat... Ja, andere situatie, ja, natuurlijk. Juist, om het zo te noemen. Ja. Leiders en geleiden zijn niet hetzelfde. De leider denkt anders en de mensen die dus geleid worden, die denken weer anders. Dus je kan niet terecht bij de mensen om eigenlijk te ventileren. En de obstakels die je soms ervaart, recentelijk, onze laatste event, is gebleken. Er zijn heel veel obstakels dan op het gebied van human resource. Yeah. En de human resource zijn de mensen die voor je werken. Dus je kan niet met het probleem dat naar hun toe gaan. Dus je hebt ondernemers als jezelf nodig om even te ventileren. En misschien heb jij nu niet met iets te maken, maar zij wel. En het zorgt ervoor dat als jij zo ver bent, mocht het jou overkomen, dat je, hé, dit heb ik al eerder gezien. Zo kan ik het aanpakken, zo kan ik het doen. En dat je, als je toch niet weet, dat je ergens naartoe kan. Groep waar je terecht kan, gehoord kan worden, klankbord. Klopt. Is Golden Future alleen voor startende jonge ondernemers? Nee. Golden Future heeft zich meer gericht op... heeft zich niet alleen gericht op jonge startende ondernemers, maar ook als je onderneming jong is. Dus het maakt niet uit hoe oud jij bent, maar als je pas begonnen bent met ondernemen, dan heb je dus ook die ervaring niet. Dus dan ben je ook van harte welkom. Oké, goed. En waarom we dus eigenlijk, vaak jonge ondernemers zeggen, is dus... heel veel mensen lopen rond met ideeën, jongeren onder andere, en ze weten niet waar ze moeten gaan, of ze voelen zich niet comfortabel ergens. En we staan dus open voor ook die groep. Daarom wordt er vaak jonge ondernemers gezegd, maar het is voor jonge, startende ondernemers. Oké, hoe gaat Golden Future te werk? Hebben jullie een lidmaatschap? Komen jullie één keer per week bij elkaar? Wat is plan van aanpak? Als je op onze Facebookpagina gaat, heb je dus een registratielink. Daarmee word je dus, kun je aangeven, ik wil lid worden. Heb je dat gedaan, is er dus een intakegesprek die ongeveer 10 tot 15 minuten duurt. En daarmee gaan wij dus beoordelen als je een suit bent voor de organisatie. Ben je dat wel, word je dan lid en is er een maandelijkse fee die dus gekoppeld is. Wat wij in ons programma hebben is minstens 2 keer per maand een event organiseren voor en members en niet-members. En voor onze members zijn we dus intensiever bezig om te kijken, wat kunnen we doen, hoe kunnen we het samen doen? Wat is er nodig? Juist. De events dus die voor members en niet-members zijn dus minimaal 2. Maar de andere events zijn echt gebaseerd op wat is de behoefte van onze members. Want je krijgt steeds nieuwe members en per event of per... We hebben ook dus een platform die we hebben gecreëerd voor ze, zoals een platform waarbij je dus eigenlijk kan zeggen van hé, ik zit hiermee of daarmee. En dan op basis daarvan heb je dus de mogelijkheid om feedback te krijgen van je peers. Want je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, deze groep struggelt met finance, deze groep struggelt met personeel, deze groep struggelt met huisvesting, en dan kan je ze op die manier bij elkaar brengen. Dat is het uiteindelijke doel. We hebben nog niet zoveel members, maar dat is precies waar wij naartoe streven. Oké, dat is goed. Hoeveel leden hebben jullie nu? En wat is jullie ambitie, jullie streven? Wel, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar we ambitiëren om eigenlijk in het Caribisch gebied operationeel te zijn. Dus niet in Suriname, maar het hele Caribisch. Heel mooi. Dus en corona heeft ons geleerd dat alles digitaal kan, toch? Precies. Dus daarom juist. En waarom we ook het Caribisch gebied willen, we willen elkaar van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Want we hebben dus productie hier in Suriname en zij hebben productie daar. Wat we nu merken is dus dat we heel veel dingen vanuit het Westen
halen en dat we dus zwaar beïnvloed worden door de oorlog in Oekraïne, waarbij we eigenlijk een, net hier zo onze in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika ondernemers hebben, ja, mogelijk klein, die nog niet zo groot zijn, die misschien wel zouden kunnen aanvullen wat daar ontbreekt. Dat is onze ambitie. Okay. Op dit moment hebben we dus, als ik het goed heb, zitten we net onder de 50 leden. De cijfers heb ik dus recentelijk niet gecheckt, maar we zitten dus sowieso ietsjes onder de 50 leden. En als ik zeg Caribisch gebied, dan kan ik niet zeggen dat er een limit is. Nee, natuurlijk niet. Het zijn er ongeveer 6 miljoen mensen die in het Caribisch gebied wonen. Dus we kunnen samen als één geheel flink optrekken. Love. Ja, nou, dat is heel erg mooi. Stephanie, Golden Future is op dit moment de Surinaamse organisatie? Op dit moment zijn we operationeel in Suriname. We worden ondersteund en een beetje gecoacht door leden die dus in Nederland zitten. En we hopen dus in de toekomst gewoon het Caribisch gebied, zoals ik het zei, ja, te veroveren. Oké, very nice. Nou, ik zou zeggen, heel erg veel succes met het ondersteunen van de jonge startende ondernemers. Heel erg mooi initiatief. Jonge en startende ondernemers. Heel erg mooi initiatief op die manier om zeg maar, elkaar te kunnen versterken. En laten we hopen dat jullie pulling power of jullie pushing power, ik weet niet als het een pull of een push effect gaat hebben, dat het daadwerkelijk gaat gebeuren en we hier over een jaar of twee kunnen zitten en dat je ons kan vertellen dat Golden Future in elk Caribisch eiland een eigen divisie heeft. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Nou, dan zou ik zeggen, ga ervoor. Het wordt ons alleen maar makkelijker gemaakt met de technologie, dus maak er gebruik van. Precies. En dat is dus ook wat wij willen, om dus Suriname niet alleen maar bekend te laten worden door de kleine dingen die we hebben. We hebben zoveel te bieden en we willen het niet alleen in Suriname houden en niet alleen maar Europa als ideaal zien, maar als een hele markt in het Caribisch gebied. En waarom niet van elkaar leren? Want we hebben hetzelfde klimaat. We hebben mogelijkerwijs, als we kijken, dus hebben we te maken met dezelfde crisissituaties. Dus hoe gaan wij als ondernemers elkaar tegemoetkomen, elkaar versterken en die gouden toekomst bereiken? Working towards the golden future. Stephanie Brunswijk, heel erg veel succes toegewenst. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. En good luck. Zet hem op, zou ik zeggen. Doe we zeker. Dankjewel ook voor de gelegenheid geboden. Ja, en van deze tijden uit nodigen we dus alle jonge en startende ondernemers uit om lid te worden. We kunnen alleen maar samen sterk zijn. Prima. Afgesproken. Deal. Thank you. Is yes, goed. Thank you. Bye. Doei doei. What we need is a little cute time. U heeft Stephanie Brunswijk gehoord over de organisatie Golden Future voor jonge en startende ondernemers. Dus hoort u ook tot die groep? Ik zou zeggen, neem contact met ze op om op die manier met gelijkgestemden in contact te komen. En zoals Stephanie het zelf ook uitlegde, is het Caribisch gebied de volgende stap naar de toekomst. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.